Danny's kilt aan de blauw, van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shiny Sparks, welkom bij een nieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty met rondjes erbij. Yes. Ik ben wel even benieuwd hoe deze fight moet. Ik ga terug naar het verboden bos. Ik wil meer schilder hebben. En daarna ga ik vliegen tegen een draak. Dus ja. Oh, deze was helemaal niet moeilijk. Nee, je moet het alleen weten. New cards awarded. Ja. Zo. Ah, die zocht ik. Kom hier. Accepteer het feit dat je doodgaat hier. Krijg de acceptering. Hop. Ron, Hermeline, help eens even. Maak jezelf nuttig. Wow. Oh, Milan gaat toch vliegen tegen een draak, joh? Ja. Ik weet niet hoe, maar ik ga het toch proberen. Ja, ik ga eventjes een schildje erbij pakken. Doe dat maar. Gewoon puur om zeker te weten dat ik misschien na dat level meteen weer door kan naar de volgende. My guy. En er wordt zeg maar niet uitgelegd wat de bedoeling is. Nee, je moet gewoon overleven. Ja, het ding is Milan, voor deze challenge wil je ook schilden. Je kunt er max 3 krijgen, dus succes. En het gaat op tijd en op smaakjes die je pakt. Waar is Hermeline? Zie, ik voel me toch weer in het nadeel dat ik niet weet dat dat bestaat, zeg maar. Je weet al die shit gewoon. En dat je zo wil winnen, dat is pijnlijk voor mij. Nee. Wat, ik ben Hermeline kwijt. Waar is Hermeline? Ik hoor een Carpe Retractumstraal, maar ik zie hem niet. Milan, mijn game is gebugd. Nee toch, niet je game. Ja, ik hoor iemand Carpe Retractum gebruiken, maar iedereen hier zit weer Guardium Leviosa te doen. Striekem is Draco er ook. Oh. Weet je wel, die sneaky beta die er opeens was in deel 3 op het eind. Oh ja. Sneaky beta. Ron, loop dan ook niet in de weg! Jawel. Ron, echt, je staat nu zelfs in de weg dat ik weer Guardium Leviosa niet kan doen. Ga lekker zo. Harry, ga gewoon even op een andere plek staan, jongen. Wat nou weer? Oh, Hermeline, echt. Hermeline is echt vermoeiend. Vermoeiend. Is Hermeline toevallig familie van Zande? Weet ik niet, moet ik snel vragen. Ja, dat die haar nu raakt in het gezicht maakt niet uit. Oh, je bent al bij het laatste stuk, joh. Ja, ik heb nog 10 HP. Oeh. De inverted controls laten we een beetje in de steek. In de steek. Ho, 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 Milan. Rustig aan. Oeh, hij liep een beetje vast. Oh nee, ik ben dead. Ben je dood? Oh jee. Ja. Yeah. Nou, ondertussen pak ik dit schild even op, hè? Ja, maar. Oh, dat schild staat serieus in de weg. Zo. Zo, nee.
Jij weer Guardium Leviosa is niet geleveld. God, wat een ellende. Wat een ellende. Wat een ellende. Ja, als Milan draakje gaat proberen, ga ik ook draakje proberen. Kijk hoe goed ik het ervan afbreng. Ik haat inverted control. Shalalalalalalala. Oh, ik ben klaar. Nou, hoe goed kom je er vanaf? Eén schild. Nou, eens kijken hoe goed mij het lukt. Oh, de, wat? Kan je die niet? Wacht. Nope. God dang it. Ja. Yeah. Snap je me nu mijn struggle? Do you snap my struggle? Ja, ik snap hem. Oh! Kan iemand even een turbo uitzetten hier? Oh, dit is echt niet prettig! Dit kan me nog zo goed herinneren, dit level. Oh, dat klinkt meestal niet echt als een goed iets. Nou, ik weet nog dat ik het super goed bedacht vond. Maar verder dat het wel gewoon kut was. Maar dat is de hele game. Doei, Zwijnstein. Dat die dat ding zo in. Ja, erin valt in het real. Dat kon ik me nog zo goed herinneren. Want het is zo'n bullshit. Oh ja, laten we een ketel om de hele school kapot maken. Ja, weet je waarom niet, hè? Als je dan toch bezig bent, kun je het beter ook meteen goed doen. Precies. Ah, Zwijnstein, wat fijn om hier weer niet te zijn. Dus ik denk dat ik Milan nu ondertussen ergens voorbij vlieg, maar dat maakt niet uit. Ik zag je. Huh? Ik zag, oh, zag voorbij je komen. Oh. Oh, nee. Ging niet goed. Ho, gaat niet goed. Ho, draak, sla me niet. Oké, laatste stukje. Oké, controle, slaat me nu niet in de steek. Ik zeg het, hè. Meteen 10 damage eraf. Tuurlijk. Oh, echt. Ik moet naar beneden, niet omhoog! Het gaat... Oké, ik ben klaar. Let's go! Wij gaan met 3 schilden naar huis! Dat jij zo wilt winnen, dat is gewoon zo pijnlijk. Dat jij zo wilt winnen? Nou, inderdaad. Hey, ik ben een Harry Potter meester of ik ben niet? Oké. Nu ben ik beledigd. Zo. En leuk dat hij zichzelf vindt. Ja, ik lam me kapot. Nou, dan gaan we maar eens eventjes op naar de Prefect Bathroom. Maar ja, nu is de vraag, weet Milan ook dat er een power-up systeem in deze game zit? Nu denk ik dat hij reageert. Ik moest zuchten, was dan geen reactie genoeg? Oh nee, die zucht hoorde ik niet. Ja, dat is met die kaarten toch? Ja. Maar ik weet alleen niet hoe je eraan komt. Smekkies. Je betaalt ze met de smekkies.
Nee, Harry. Oké, die pak ik later dan wel. Gewoon de wol opblazen, Ron. Dat is letterlijk hoe je het doet. Nou, we gaan gezellig even ook naar het riool. Hermeline! Dank je, Ron. Thanks, Ron. Hermeline, ik heb je toch niet voor niks omgekocht? Waarom hou je hem nou niet tegen? Oh, werkt het nou weer zo? Ja. Ik hoor wel goed zit hier. Daarom... Deze is net zo moeilijk. Vraagteken. Hebben wij een ketel hier? Ketel, tover, ketel. Op de actie. God, maak die beesten af. Zou je wel verdiend hebben, Ron? Nee. Zo. Wat, hier was toch een ketel? Jij komt nu hier! Praat tegen mij. Ja, joh. Doet die gewoon. Hoe moet ik deze naar beneden krijgen? Van de andere kant? Ja, vanaf de andere kant. Alleen dan weet ik niet hoe ik hier nu verder moet. Want ik... Dan moet ik helemaal omlopen? Volgens mij wel. Kap, retractum. Zo. Ron, help even, dank. Zo. We breken meteen de hele school af. Niemand kan meer gebruik maken van de wc's. Ron, echt, die beans maken me geen zak uit. Die kennen me gestolen worden. Ja, precies wat Milan zegt. Die kennen me gewoon gestolen worden. God, die hebben we nog niet genoeg gezien. De vuursalamanders. Hey, volgens mij moet ik kiezen. Oh, ik ben vergeten zo'n ding om te draaien. Ik ben weer helemaal terug. Zo, hij voelt zich een beetje opgeblazen van binnen. Zeker, man. Ja, als ik dan moet wachten op Tweedledee en Tweedleda. Zo, hop. Zo, Hermeline kan kappen, retractum door de vloer doen. Zo is er maar één. Ik gebruik gewoon wolhex.
Waarom zijn ze met zoveel? They do be loving elkaar. Ja, dat blijkt. Oké, die kan ik nog niet pakken, want daar hebben we de spreuk nog niet voor. Zo, en we hebben hem veranderd in een kip. Fantastisch. Zo. Wel aan de al 7 mini schilder. Wat? Wat zei je? Ja, wel 7 mini schilder. Oh, dat is helemaal niet slecht. Zeker niet slecht. Zal eens kijken of ik lekker heb. Nou, ik heb er 6, dan heb ik er 1 gemist. Ik heb gewoon eentje gemist, dat kan toch niet dit? Hi Fleur Salamander, hoe is het ermee? Oké, waarom hebben hun nu ineens een andere move? Om jou keihard te pesten. Ja, maat, als jij nou eens even van de vuurding afgaat, hè, dank je. Zo, dan nemen we die even mee. Zo. Oké, hier kennen we niks. Nou, dan gaan we eens even weer kijken. Kan iemand even helpen, jongens? Die spreuk heb ik nog niet. Zo jammer, al die moeite voor niks. Nou, het is niet al die moeite voor niks, want volgens mij moet je daar wel zijn. Ja, we moeten hier zometeen de ei uit het water halen. Zo, nou heb ik er ook 7. Ei uit het water. Oh, dat! Zo. Auw. Ik raak mezelf vol met dat ding. Lekker handig. Oh, Milan ging dood. Oh. Het was weer zover. Ja. Dat Tweedledee en Tweedledaa weer niet hun best deden. Ah, verrassend weer. Maar je hebt ook niks aan Tweedledee en Tweedledaa. Hoezo staan die dingen opeens aan? Wat is dat voor een bullshit? Ja, wat zullen we erover zeggen? Zeg, moet iemand helpen met duwen of... Ja. Ron, kom hier! Dank je.
Oh nee, de tijd is op. Oh jee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.